Sarota neemt wel erg veel tijd. Overname Heerenveen. Fien Bogason stuurt Djuricic weg. De hoek erg lastig. Maar nu, ja, dan moet je wel op de voeten op de been blijven, Djuricic. Zo laat Heerenveen zich voor het eerst zien. De Roon, Fien Bogason, Djuricic. Van La Parra. Hier simpel aanspeelbaar van Arnold. Mag eens gaan schieten. Redding Ruiter. Balverlies Kali. Overname Marecek. Heerenveen heeft wel drang naar voren als het de bal verovert. Hier komt de kans misschien. Jazeker, hier. Djuricic, dat moet raak zijn. Via de vingertoppen nog van Ruiter. Goeie trap van Zomer. Van La Parra. Fien Bogason in de punt van de aanval. Daarachter Djuricic. Hier is de kopstoot van Djuricic. En nog bijna van dichtbij Fien Bogason. Veel op getraind dus op de spelervattingen door Heerenveen. Omdat het vorige week vaak slecht afliep. Nu is het bijna weer een doelpunt voor de tegenstander. Nordveld heeft dan toch de bal. Hier is het belangrijk dat Van der Hoorn op tijd is. En dat is hij. Ten opzichte van Fien Bogason. Voortzetting is ook goed voor Moulenga. Oor. Oor blijft op de been. Gernd weet wel waar de bal is. En dan moet hij er nu toch een keer in. Oh, Moulenga. Een reuze kans voor Jacob Moulenga. Goed werk van Van der Hoorn. Belangrijk. Dan lijkt Moulenga hier de bal te verspelen. Krijgt hij hem toch nog bij Oor. Die goed op de been blijft, de Australiër. En dan Gernd, die wel weet waar de bal is. En Zomer even niet. Ja, deze moet er natuurlijk wel in. Vindt Wouters ook. Fien Bogason. Van La Parra. Goeie opening van De Roon. Djuricic. Filip Djuricic. Zo zagen we hem voor rust ook al een keer versnellen. Krijgt de bal terug van Fien Bogason. Bij Utrecht lopen ze elkaar in de weg van La Parra. En Fien Bogason die zegt, jongen, doe nou eens rustig. Schuif hem bij mij in de voeten. Fien Bogason, ja, goed gegeven. Hier komt het doelpunt niet. Marecek. Via Ruiter en de paal. Maar weer een goede kans voor Heerenveen. Bal ingeleverd uiteindelijk door Van Arnold. Moulenga. Oor in beweging. Moulenga. Terugleggen op Kali is alles behalve goed. Oor. De wil is er wel bij Utrecht. Kali. Takagi. Dat is fraai. Takagi. Zocht de bovenhoek. Bijna wordt Fien Bogason bereikt. Djuricic. Fien Bogason geen buitenspel. En dan een soort van halve omhaal op het lichaam bij Ruiter. Moulenga de kogel. De kogel! Dat is nog eens invallen zeg. Ha! Utrecht staat met 1-0 voor. Moulenga sterk hier. En dan met een slim paasje. Ik weet niet of het zo bedoeld was, maar het komt heel goed uit. En dan rost de kogel hem achter Nordveld. Via de arm, ja, strafschop van Fien Bogason. Hens. Ai, in een reflex doet hij het. Geen protest, want Fien Bogason, ja, die heeft al in de gaten. Dit is Hens. Moulenga. En gepakt en dan alsnog erin. Weer de kogel. Nordveld stopt de penalty van Moulenga. Maar de rebound
is goed besteed aan Leon de Kogel. Wat een geweldige invalbeurt voor hem. Djuricic, dat is een strafschop. Kali zegt, ik speel de bal. Maar de scheidsrechter legde ook hier de bal op 11 meter. Alfred Finnbogason, zijn 13e doelpunt van het seizoen. 2-1. Tijd begint te dringen voor Heerenveen. 89e minuut. Otigba 1 tegen 1 met Moulenga. Moulenga mag door. Moulenga. En daar is hij. 3-1. Jacob Moulenga. De definitieve beslissing in deze wedstrijd. Het was de middag van Leon de Kogel. Invallen en twee keer scoren. Zijn middag kan niet meer stuk. De overwinning dus voor FC Utrecht hier tegen Heerenveen.